Wouter Wippert, NK vandaag. Uitgelezen mogelijkheid voor jou? Ja, dat denk ik wel. Mooie ronde en daarna 5 rondjes hier op het plaatselijke ronde. En ja, er is een mooie kans op een massasprint vandaag. Oplopende finishstrook. Levert dat problemen op voor jou? Nee, ik vind het juist fijner dan een vlakke. Ik vind of extreem hoge snelheid of nou ja, meer op power. En ja, dat is vandaag zeker het geval. Jullie zijn met Cannondale ook met een, nou ja, een klein groepje, maar meer dan andere ploegen misschien. Wat is jullie plan vandaag? We gaan proberen om altijd mee te zitten. Zodat we niet, nou ja, niet in dezelfde positie komen als vorig jaar. Om te moeten gaan rijden. En ja, dan gaan we het zien hoe dat uit gaat pakken. En ja, met Dylan of Sebastian, of nou ja, eigenlijk ook met Slachter. Ja, hebben we altijd een goede kans om het vanuit de kopgroep ook af te maken. Dus ja, we hebben meer opties voor vandaag. Betekent dat ook dat jij misschien wel meespringt met ontsnappingen? Op het eind wel, denk ik. Ja, er schuilt altijd een gevaar op het NK dat er een groepje wegrijdt op het laatste. En ja, je moet gewoon opletten. En dat gaan we zeker doen. Hoe schat jij je kansen in voor vandaag? Nou ja, ik doe mee, dus er is een kans. En we gaan het zien. Niet de perfecte voorbereiding gehad laatste week, maar ja, de benen daarvoor waren goed. Dus ik hoop dat het goed zit vandaag. Laat ik het anders stellen. Wie is vandaag topfavoriet? Ja, ik denk Dylan. Ik bedoel, als je er al 6 gewonnen hebt tot nu toe, dan word je uiteindelijk toch wel favoriet voor vandaag, denk ik.